Ja, waar ik vooral over naar zit te nadenken is hoe je een andere constructie kan maken buiten het gewoon verbinden van je draadjes. Dus hoe kan je bijvoorbeeld door twee elementen te maken ze, nou ja, op een bepaalde manier bevestigen, waardoor het ook nog bruikbaar zou kunnen zijn. Dus dat je bijvoorbeeld je eigen spiegeltoutje zou kunnen maken. Dat is natuurlijk een hele grove vorm daarvan. Maar dat je dus je wielen zelf draaiend kunt maken en eigenlijk je eigen vorm van speelgoed zou kunnen creëren. Dat moet je inderdaad niet te klein doen, want dan is het heel ingewikkeld om dat nog überhaupt nog voor elkaar te gaan krijgen. Of hoe je door middel van vormen iets kunt gaan verbinden. En dat dus, nou ja, ook weer uit elkaar zou kunnen halen en op een andere manier weer zou kunnen verwerken. Nou ja, en ik ben er wel achter gekomen, hoe kleiner je het natuurlijk maakt, hoe minder secuur het wordt. Dus rechte lijnen maken, dat is dan nog wel te doen om die te verbinden. Maar hoe kleiner het wordt, hoe ingewikkelder en hoe minder mooi het wordt. Ja, dat was eigenlijk waar ik naar op zoek was en hoe je dat dus educatief eventueel zou kunnen maken door wat meer op kinderen te focussen. Dat was eigenlijk mijn uitwerking.